Kijk, nu kan je ook goed zien dat mijn haar dus nog ietsjes korter is, maar I like it. Ik lijk heel oranje hier. Mijn nummer 1 fan. Die capuchon. Ik snap dus niet waar het is en er wordt niet gereageerd, dus dat is een beetje lastig. Hey guys, het is vandaag maandag, een nieuwe week. En ik ga vandaag iets heel leuks doen, maar... Kijk even of ik de camera ergens neer kan zetten. Denk het niet. Ik ga iets heel leuks doen vandaag. Maar ik weet niet of ik jullie daar wat over mag vertellen. Ik ga dat binnen even vragen. Maar het is een heel leuk project met jongeren. Dus ik heb er zin in. Ik ben helemaal klaargemaakt en al. Want vandaag gaan we de portretvideo's daarvoor opnemen. Dus een project met Fornix trouwens. Alaya en Marvin die zijn ook gezellig mee. We gaan nu naar binnen. En dan, ik ben benieuwd. Kijk, nu kan je ook goed zien dat mijn haar dus nog ietsjes korter is, maar I like it. Ik lijk heel oranje hier. Oh, ik heb Alaya's outfit helemaal niet laten zien, maar ze ziet er zo cute uit. Oeh, zo koud zo. Maar het is toch om de hoek. Mijn nummer 1 fan. Die capuchon. Kijk nou, ze heeft vandaag voor het eerst haar Jordans aan. Hou op met me. Inmiddels weer thuis jongens. Het ging echt heel goed het project. Ik ben make-up eraf aan het halen. Het is 10 uur. We zijn al even thuis hoor. We hadden even gegeten. Maar ik ben op de een of andere manier echt kapot. Ik viel in slaap beneden. Ik heb ook niet zo heel veel gefilmd vandaag. Ik weet niet wat het is, maar ik heb echt geen energie. Dus ik ga ook lekker nu mijn make-up eraf halen en maar gewoon naar bed. Ik voel gewoon dat deze dag klaar is. Ik heb een pakketje gekregen van La Mons. Superleuk. Er zit echt van alles in. Daar hadden wij ook al dit gepersonaliseerde setje van. Er zitten wat dingen in voor, kijk dit bijvoorbeeld, dit boekje met recepten en dan van alles om te eten. Deze tandenborsteltjes en dit is super cute. Dit zijn dus van die pantoffeltjes. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Nee, donderdag. Het lijkt echt alsof ik heel erg wallen heb, maar ik heb hier dus een beetje een, ja nu is het gelig. Het was eerst de blauwe plek van die spuiten. Ik heb lekker lunch gemaakt met een man. Dat is op zijn Turks ei met tomaat, paprika, ui. Heel lekker. Roerei. Zometeen hebben wij een afspraak voor een veranda in de tuin. Even kijken hoe en wat. Dan hebben we later in de avond een afspraak voor iemand die verft en stuukt voor de zolder. Die gaan we nu eventjes aanpakken namelijk. En voordat diegene komt moeten we dus ook even de hele zolder gaan opruimen. Dus dat gaan we vandaag doen. En ik moet zo meteen nog even een campagne filmen. En that's it. Voor de rest zijn we lekker thuis. Dit pak aan van Lumière. Deze heb ik nieuw. Deze is dus met crewneck in plaats van hoodie. Echt een hele leuke kleur. Ik heb net de campagne gefilmd. En ik heb dus hun BB cream opgedaan. Bronzer en lipgloss. Ik ben zo een fan van die lipgloss. Die campagne is niet voor YouTube trouwens hoor. Voor op Instagram. Die lipgloss is zo mooi en hij voelt zo lekker zacht. Die ga ik er zeker in houden. En verder heb ik vandaag een lekker lookje met die BB cream en bronzer. Je komt toch even voor de dag dan. We zijn nu aan het wachten op de mensen van de veranda. Ik heb trouwens mijn wenkbrauwen helemaal niet bijgetekend. Hoe top. Love it. Wij hebben beide afspraken gehad en de zolder een beetje opgeruimd. Wat een gedoe. We hebben zoveel troep op zolder. Niet normaal. We wilden eigenlijk pizza maken zelf thuis. Maar we hadden allebei geen zin. Dus Marvin heeft McDonald's gehaald. En we gaan McDonald's eten. Als avondeten. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Ik heb net gedoucht en zo. En me klaargemaakt. Ik ga zo de deur uit. De planning voor vandaag is eerst nagels doen. Dan met Chiara. Dan ga ik tussendoor ga ik nog eventjes weg. Want dan heb ik een podcastopname. Podcastopname, whatever. En daarna gaan Chiara en ik sporten. Marvin die is thuis met Alaya. En mijn ouders die halen Alaya straks hier op. Want die gaat dit weekendje weer gezellig naar opa en oma.
Ik heb dit aan, deze trui van Livest Die Young. Nike legging. Alvast voor het sporten. Ik dacht ik doe gewoon die aan, makkelijk. Yeezys. En dat is de outfit voor vandaag. Ik heb weer hoops in. Dus even geleden, I'm loving it. En ik dacht, ik ga voor de verandering een keer make-uploos naar dat interview toe. Dus ik heb geen make-up op. Maar goed, ik heb natuurlijk wel mijn wenkbrauw getatoeëerd en mijn wimpers. En dat scheelt echt alle hoop. Maar goed, anyways. Ik ga nu de deur uit. En dan gaan we eerst nagels doen. Ik ben bij Letitia geweest voor mijn nagels. Ik laat straks even close-up zien. Maar ik ben dus nu bij de andere afspraak, bij die opnames. Maar ik snap dus niet waar het is. En er wordt niet gereageerd. Dus dat is een beetje lastig. Of zal het in dit hotel hier zijn? Want er waren dus van dit adres 2 in Amsterdam. 1 in Diemen en 1 in de stad. Ja, dit is wel een beetje onhandig natuurlijk. Nou, ik hoop dat ze zo reageren. Oh, wat een leuke stoel. Kijk nou. Oh. Erg leuk. Die mensen van binnen kijken volgens mij echt van wat filmt zij. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Marvin en ik gaan zometeen Alaya ophalen die een weekendje bij mijn ouders is geweest. Ik heb echt een super chille outfit aan, maar echt een beetje jongensachtig. Maar ik hou echt van dit soort outfits. Ik heb dit shirt aan van Murda, zijn tour shirt. Heeft hij me opgestuurd. Deze broek van de Zara, deze is echt top trouwens. Was 30 euro en ik heb hem niet hoeven in te korten. Dus hij is echt voor short ladies perfect. En Jordans eronder. Lekker chill. Hey meisie. Ik heb wat dingetjes bij de H&M gekocht. Ik ben weer thuis. Even kijken. Nieuw ondergoed. Deze. Heel cute. Met love hierbovenop. En dan... Ik was net in de auto in slaap gevallen. Dus ik ben helemaal suf. Deze. Van die onzichtbare. Even kijken. Dan heb ik wat sportkleren. Oh ja, en sokken. Even kijken. Deze is van mij. Halve sokken. 10-pack. Dan heb ik ook nog van die... Zijn dit ze? Oh ja, van die wat hogere sokken met van die ribbels erboven. Dan heb ik deze. Dit zijn van die sneakers sokken. Ook handig. Dan heb ik nog... Zwarte ondergoed volgens mij. Ja. Zwarte ondergoed. Dan heb ik dus sportkleding. Ik ga ze even passen zometeen. Ik hoop dat alles past. Even kijken. Deze legging in een hele schattige lila kleur. En daar hoort dan deze top bij. Erg leuk. En dan heb ik ook nog een groen setje. En dit is met een... Even kijken. Wil je die andere vlog ook exporteren voor mij? Trui. En een cycling short. Dan heb ik nog 2 BH's. Een zwarte. Deze basic zwarte. En een basic witte. Oh, deze. Dan heb ik voorbij die broekjes die ik net liet zien een bijpassende bralette. Kijken, dit zijn volgens mij Marvin's sokken. Oh nee, hè? Deze zijn ook van mij. Sneakers ook. Had jij geen sokken meer genomen? Volgens mij wel. Oh ja, ik zie hier nog een pak. Zwarte sneakers sokken heb ik nog. Deze, die zijn van Marvin.
En dan heb ik ook nog een zwart setje. Dat is een cycling short, zwarte cycling short. Met deze top. En dan heb ik daarbij ook nog deze high-waisted legging. En ik heb heel veel over deze legging gehoord. Want veel mensen zeiden dus al dat dit echt een hele fijne legging is. Dus ik ben benieuwd. Ik ga even zo alles passen. Oké, jongens. Deze kamer is een beetje een troep. Maar dit is van de H&M. Deze past super goed. Ik had net die zwarte cycling short aan met die top. Die waren echt heel strak. Die vallen heel klein. Of vielen heel klein. Wat zeg ik nou? Deze zijn wel goed. Shirtje is S en legging is M. Dan heb ik deze ook nog. En ik had dus dit broekje ook in het zwart. Zelfde maat M. Maar die zwarte zat hij heel strak. Maar deze zit eigenlijk gewoon goed. En dit is dus met een lange mouw. Ik had ook nog dit joggingspak van House of CB. Maar ik twijfel een beetje. Ik vind de fit... Ik weet niet echt wat ik van de fit vind. Ik weet niet.